Oh, wat een lang geleden dat ik hier ben geweest. Kijk. En dan... hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet. Maar deze twee... Er liggen hier twee machinegeweerposten. Dat is deze. En daar is er nog eentje. Kijk eens, hier ook weer die Escargo. En deze stenen, die konden ze laten zakken. En hoe ze dat hebben gedaan, weet ik niet hoor. Mechanisch, denk ik. Hier, moet je kijken. Zo. Dit gaat dicht. Komen op mijn kanaal. Dies hier wird mein erstes zweisprachiges Video. Ich bin mit zwei niederländischen Freunden gerade in IJmuiden unterwegs, in IJmuiden und schauen uns alte deutsche Bunker an. Niemand kijken. Ich denk mal mit Physik. Simpel. Das haben sie früher bewegt, um die Tanks und Fuhrtauge zu gucken. Machinegeweer. Er waren koepels. Ja. Hey, een apen. Is er iemand aan het kijken dan? Nog niet. Maar ik zie ook echt een kleine kanaal. Is die nu nog open of is die nu nog dicht? Die is nu open. Nee, ik bedoel, kan je door die muur heen? Nee, dat is dicht. Door dat stuk kan je niet heen. Dat is gewoon een muur. Zie je, dat is wat ik bedoelde. Dat is een machinegeweerpost daar achterin. En deze hier. Ja. En maar dit is geen doorgang hier al. Dit is gewoon. Nee, dit hebben ze gebouwd om tanks vast te laten lopen. Ja. Want ik zal je. Want als we die kant op gaan. Dan heb je. Ja, maar daar zit dus. We lopen ook die kant op. En dan komen we bij de moerassen. En die zijn, daar zit heel veel pepermunt theeplantjes en het ruikt er ook naar het pepermunt. Sommige plekken. Hier weer zo'n slak. Ik vind het zo grappig hè, dat ik een kind was, kwam ik deze slakken al tegen. En niemand begrijpt hoe die Franse slakken hier terecht zijn gekomen. Die Fransen hebben dat meegenomen in de oorlog. Misschien. Gaan we nu deze kant op? Ja, gaan we ook. Maar ik laat kijken heel even hier. Okay. Het is voor mij nostalgie hoor, dit. Nostalgie. Kijk. Ja, ik vind dat... Hier... Hier, dit is echt nog een footprint van mij te vinden hoor. Hier zou als kind zijn, de jongen heb ik hier gespeeld. Godverdikke me. Ik zit me dus af te vragen, hè, René. Hoe ze dit, hoe dit gegaan moet zijn. Nou, dit kunnen ze laten zakken, maar ook weer denk ik omhoog of zo. Maar het is zo loeizwaar wat hier gebeurt. En het gekke is... Het is geen machinaal. Hij komt maar tot hier. Dus dan blijft er een klein pad open. Het is echt een tankval. Als we langs deze muur gaan... Die vraag is nu hoe. Zowel als Deutsch als ook Niederländisch spreken. Ja, we gaan het zien. Gaan we maar verder door. Gaan we maar weiter durch. Zo. Ik praat eerst op Duits. Das hier waren zwei Steine früher, sehr wahrscheinlich um Fahrzeuge hier aufzuhalten. Die wurden dann fallen gelassen. Das sieht man hier über Schienen. Die Frage ist nur...
Wie? Hoe hebben ze dit? Twee grote stenen voor om voertuigen te stoppen. Hoe hebben ze die naar beneden gehaald? Ik snap er geen flikker van, maar ja, mag niet uit. We gaan verder. Dat is René en dat is Erik van Dorp. Hij is onze fotograaf. René. Nee, fijn dat je geen Erik zegt. Nee, vandaag heb ik het een beetje met de namen. Hij is vandaag René en hij is Erik. Ik weet niet waarom. Ja, maar eigenlijk is het genau, precies, andersom. Ik heb heute een dag, daar vertreeg ik iemand die ganzen namen van Erik en René. Maar ja, eigenlijk is het genau andersom. Wat is hier nou gebeurd? Was de storm. Ja. Ja, ik vind het leuk als de natuur zo is. Ah. Du weißt, die ganze stormen van 3 weken vroeg. Ja, ik weet. Ik was die 3 weken met dit storm was ik op het water. En het varen, ja. Zonder pauze. Ik had niet 1 dag rust. So, nu filmen we ons alle 2. Ja. Klaus. Ik heb de livestream uitgezet. En nu maak ik offline video's en dan zet ik die bij elkaar. Wat is hier? Deze kan je eten. Bramen. Oh ja, die kunnen we essen. Die kunnen we essen. Ja, maar deze is niet die kans lekker. Ja, die zijn lekker. Die zijn lekker. Ja. Brahma heet die op Nederlands. En op Duits weet ik het genau niet, wie die gerade heißen. Hoe? Brahmen. Ja, maar ik dacht Erik heeft Duitse namen gezegd. Ik ga het je vertellen, Bramen. Jo. Even kijken. Eens even kijken, hoor. Hij gaat... Oh, daar is nog iets van de bunker. Ah nee, dat is de muur, de rest. Nee, dat was het einde. Die is niet afgebroken, de muur, hoor. Erik. De muur is niet afgebroken daar aan het einde. Oh, mooi. Interesting. Maar wij moeten daarin. Bromberen, oké. Okay. Ik wou het gewoon dat hij het ging betalen voor me. Ja, dat was het ook, maar dat was geen brombeer. Zijn ze lekker of? Ik heb ze niet geproefd. Toch, dat is een brombeer. Ja. Hier nou, kijk, dit vind ik altijd heel leuk. Want ik ga het niet zeggen, want ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Bromberen. Ja, maar deze dame zegt het veel mooier als jij. Ja, ik ben ook een Duitser. Ik heb een harde taal! René? Ja? Ik begin te twijfelen. Nee, het is deze muur waar ik overheen liep. Nee, ik... Deze muur, ja. Als kind zijnde... liep ik altijd over de muur. Dus daarom zit ik een beetje... Nee, ik heb er al een stuk of 6. Ik heb er al een stuk of 6. Hij is onze fotograaf. René? Nee, fijn dat je geen Erik zegt. Nee, vandaag heb ik het een beetje met de namen. Hij is vandaag René en hij is Erik. Nee, ik weet andersom. Niet waarom. Ja. Maar andersom. Ik heb ooit een dag, dat weet je iemand die ganze namen van Erik en de René. Maar, ja, eigenlijk is het wel anders. Wat is hier nou? Ja, ik vind het leuk als je het hier zo. Thank you.
dat is dus echt een tankval, ja. Hey, en dan, waar ik me nu even over verbaas. Wauw. Even zo. Oh, wat hebben wij hier voor een mooie meer? Ja, dit is geen meer. Dit is een, hoe heet het op Nederlands? Kleiner tank, als een... Nee, dit is echt een tankval. Een tankval? Ja. Kijk eens. Dat is dus echt een tankval, ja. Hey, en dan... Dit is anders geworden, jongens. Hier zat een luik vroeger. Hier zat een luik en dan kon je onder de bunker komen. Die hebben ze dichtgemaakt. En aan de andere kant zit ook nog een bunker. Dat weet ik. Want daar heb ik een keer munitie gevonden. Wat heb je gevonden, munitie? Ja. Wacht. En hier... Wacht. Dat wil ik voor mijn followers. Hey, grote vloer. Oh ja, daar waren ze bezig met vloeien. Hierachter moet ook nog een bunker liggen. Erik, vertel het verhaal met de munitie. Dat ik hier munitie gevonden heb. Waar? Hier zo, kom maar mee. Ik heb een Duitse handgranaat gevonden. Dat heb ik niet zo gevonden, dat heb ik met gerade boos. Nou, ik wijs nu die plaats boos. De vondenes. Maar hierachter is ook nog een bunker. Met een ingang als het goed is. Kijk, ja. Oh, die hebben ze dichtgemaakt. Dit is één grote kamer. Ben je maar een keer hier binnen geweest? Ja. Vroeger was dit er niet. Dit kon je hier gewoon in. Dat kan ik ook. Nou, het is één kamer, niet meer. En hier lagen dan weer mitrailleurnesten. Hier kom je toch ook naar binnen, dit is toch geen probleem, echt niet? Nee hoor. Je kan hier naar binnen. Hé, hey, waar is die seks... Dat is niet hier. Oh. De sekspunker? Daar zijn we al voorbij gelopen. Hier. Ja. God, wat is het hier aan het veranderen, zeg. Hier. Veranderen wat? Nou, het ziet er anders uit. En bunker wordt die genoemd. Hier is een bunker, daar wordt seksbunker genoemd. En dat komt omdat het uit... Ik kan er ook zien. Ja. Waarschijnlijk is dik, dat staal. Ligt hier onder de keuken. Wat ik ook nog, ja. De naam is seksbunker, komt daar heel. Ja, fungus. Het is hier prachtig. Maar wat in mijn ogen heel anders is, heel veel kreupelhout lag er vroeger niet. Nee, maar voorheen werd gewoon alles netjes opgeruimd. Nu laat ze alles leggen. Dat vind ik een goede zaak. Het is beter voor het milieu. Ja, is het ook. Ik krijg meer bio. En er ontstaan allerlei schimmels en een kikkertje. Gaat je kikker? Ja, gaat het kikkertje weer. Ja, het zit hier vol met kikkers hoor. Want als wij nu... Richting een moeras? Nee, ik ga even mijn camera uitzetten. Want dan ga ik je even op de kaart laten zien